Academia Byzantina heeft net Vivaldi's Vierjaargetijden in de grote zaal gespeeld. Maar wat vonden mensen ervan? Dat gaan we checken. Kom je mee? Ik vond het een heel mooi stuk. Vierjaargetijden is wel een bekend stuk. En nou, dat vinden wij prachtig. Dus we hebben die plaat thuis ook. Dus we willen graag ook hun, nou ja, dat ze het live zien, zeg maar. Ja, ja zeker. Ja, het is hartstikke leuk op zondagochtend even naar zo'n concert. Ja. Ik vond het heel erg mooi, levendig. Je kon ook het, vond ik het enthousiasme bij de mensen zelf merken, bij de muzikanten. En je kon gewoon het plezier merken, zeg maar. En dat straalde weer uit naar de zaal. Dat ging weer terug naar hen toe en vond ja, je wordt er gewoon vrolijk van. Ik vond het een hele mooie voorstelling. Ik vind het ook heel leuk dat een Italiaanse componist door een Italiaans orkest tegenwoordig wordt gebracht. Het stuk De Winter, dat schijnt nu heel erg in de hippe scene helemaal geremixed te worden. Het is heel leuk om het origineel hier te horen. Daar heb ik ook een stukje van net op Facebook gezet, dat dit het origineel is. Dat heb ik ook aan mijn kinderen doorgestuurd. En ik vond het heel leuk. Ik heb nu al zin aan de volgende voorstelling. 24 maart, met Isabelle van Keulen, geloof ik. Ja. En ik vind het heel leuk dat ze zo thematisch die vierjaargetijden even een paar keer achter elkaar de aandacht geven. Dan kun je verschillende interpretaties horen. Dat vind ik ook heel leuk. We hebben heel wat mensen gesproken in de foyer, veel enthousiaste reacties. Er komen nog 2 concerten aan van Vivaldi's Vierjaargetijden. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. Dus leuk gezinsuitje voor de zondagochtend. Ik zeg tot dan!